Dames en heren, jongens en meisjes. Veel leuk tot zover. Vinden jullie het leuk tot zover? Dat is jammer. Het is bijna afgelopen. We maken gelukkig nog één act. Een hele leuke. Pakkoëtiek. Applaus. Geëerd publiek, dan geef ik nu graag het woord aan de andere directeur, meester Duco. Applaus. Was toch mooi, ik heb nog niets gedaan en krijg je een applaus. Dat voelt wel warm, dames en heren. Ben jij mij de taak om even als interim directeur een paar mensen te bedanken? En voordat ik dat ga doen, wil ik beginnen met het allerbelangrijkste. Wat heeft de show goed aan elkaar gepraat? En heeft u een kaartje gezien? Autocue? Alles uit zijn hoofd. Kan Rob Ramstede nog een puntje aanzuigen? Onze spreekvrouwmeester Raphaël! Superman, goed gedaan. En natuurlijk heeft hij niet de show alleen gemaakt. Er zijn heel veel artiesten van verre gekomen. Uit Amerika, Noord-Amerika, Nieuw-Zeeland. Overal vandaan. En die zitten allemaal hier. En die hebben net voor u opgetreden. En die hebben ontzettend hard geoefend. En die verdienen ook een ontzettend hard applaus. Alle artiesten van de Circus. En dan heeft u dat voor de schermen gezien. Maar er is achter de schermen ook ontzettend hard gewerkt. En dat harde werken, dat begon gisteravond. En ik denk dat de ouders die gisteravond zijn gekomen op de instructieavond, die doen nooit meer. We hebben 2 uur lang hebben we moeten luisteren naar Ene Jos. Die heeft 2 uur lang zitten vertellen wat we allemaal wel en niet mogen en hoe het allemaal wel en niet moet. En was geen moer aan, toch? Nee. Dus misschien juist daarom. Voor alle ouders die er gisteren al waren en vandaag weer om die act te leren aan alle artiesten die hier waren. Een ontzettend hard applaus. Dankjewel! En dan hebben wij natuurlijk heel veel zelf gedaan. Bijna alles. Maar niet helemaal alles. We hebben ook ontzettend goed ondersteuning gekregen van niemand minder dan de mensen van Circus Tada, John en Jos.